Beste inwoners van onze mooie gemeente Mokum-Middelhaven, hoe gaat het met u? Dat is een normale vraag die je terloops als het ware stelt. In deze bizarre periode is dat daadwerkelijk anders. Het coronavirus, dat beheerst ons leven. Dat beheerst ons leven eigenlijk de hele dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Mijn eerste gedachten zijn bij de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. Mijn innige deelneming, en ik wens u heel veel sterkte om dat grote verlies te moeten dragen. Verder leef ik intens mee met de mensen die op dit moment ziek zijn. Ik wens hen uiteraard een voorspoedig herstel toe. Uw vrijheden, onze vrijheden, zijn sterk beperkt. Ik merk ook dat overgrote meerderheid van onze inwoners zich nadrukkelijk houden aan de maatregelen die zijn genomen. Een heel klein deel doet dat niet en dat betekent dat zij het risico lopen dat ze beboet worden. Ga ervan uit dat u alle begrijpt dat in het belang van uw veiligheid, uw gezondheid en die van anderen, dat dat ook noodzakelijk is. Maar nogmaals, ik ga uit van de intentie dat iedereen nadrukkelijk ook zich daaraan houdt. Ik heb gemerkt dat we een sterke gemeenschap hebben. Dat mensen bereid zijn elkaar te helpen. Dat mensen dat voor elkaar willen doen. Dat mensen boodschappen voor elkaar doen. Dat bijvoorbeeld kinderen tekeningen maken voor ouderen die sterk aan huis zijn gebonden. Maar het is denk ik ook heel erg belangrijk dat, en dat zult u ongetwijfeld doen, dat ouders of grootouders, dat die vaker gebeld worden. Dat we gebruik maken van appen, dat we gebruik maken van skypen. Laat mensen niet vereenzamen. Probeer op die manier ook aandacht te besteden aan ouderen die kwetsbaar zijn en daardoor ook aan huis zijn gebonden. We moeten dit met elkaar volhouden. En als we dat doen, dan kunnen we het ook met elkaar. En ik wil u nadrukkelijk bedanken voor uw bijdrage en uw inzet om dat in ieder geval te doen slagen. Dank u wel.